Een stad of land kan je pas goed ontwikkelen wanneer je je voorouders eert en respecteert. Dat is in grote lijnen de strekking van de Cabranetti, oftewel de avond van de voorouders, die op 30 juni in Rotterdam wordt gehouden. Winti-priesteres Marianne Markelo, ook bekend als Nana Efua, geeft een toelichting. Winti-priesteres Marianne Markelo. Minstens zo belangrijk is de voorbereiding op 1 juli. Voor 1 juli hebben we natuurlijk eerst de Cabranetti. Cabra betekent voorouder. En daar stellen wij het leven die onze voorouders hebben doorgemaakt tijdens de slavernijperiode. Wij geven ook aan met zo'n nacht voor de voorouders hoe belangrijk zij voor ons zijn. Maar het helpt ook ons het verdriet te verwerken van mensen in onze familie, in de gemeenschap, die ook overleden zijn. Voor de Cabranetti wordt ruim tijd genomen. We doen eerst de rituele opening met een plengoffer voor moeder aarde. Daarna gaan wij in gebed met ook een kalebas en water. We vragen ook een dominee om een overdenking te houden. En waarom ook een christelijke dominee? Omdat een deel van de voorouders christelijk was en een ander deel deed aan hun Winti-traditie. Er worden de bekende christelijke liederen gezongen uit de EBG en ook een aantal uit het Rooms-Katholicisme. Daarna zingen wij de traditionele Sokopsalmen. Dat zijn de Sokopsalmen, de liederen die over de voorouders gaan vanuit de Winti-traditie. Daarna openen we de rituele maaltijd die we opdragen aan de voorouders. Wij spreken niet over onze doden, wij hebben het over onze levende doden. Want ze zijn nog in verbinding met ons en daarom houden we voor hun een speciale rituele maaltijd tijdens de Cabranetti. De Cabranetti is voor iedereen die zich erbij betrokken voelt en die zich bewust is van de plek van zijn voorouders in zijn leven. Dit jaar is op de bijeenkomst in Rotterdam op 30 juni speciale aandacht voor de betekenis van Cabranetti voor ondernemers. Het thema van dit jaar is de voorouders en ondernemen. Hoe kan ik voor mezelf of als Rotterdam de stad tot ontwikkeling brengen vanuit economisch perspectief? Als ondernemer in Rotterdam kan je de relatie tussen de spiritualiteit, de Cabranetti, leggen in je verantwoordelijkheid, maar ook in je inspiratie om je bedrijf op te zetten, om je bedrijf groter te maken. Dat kan allemaal, weet je, want we moeten niet vergeten, er is een heuse verbinding tussen het materiële en het immateriële, tussen het wereldse en het spirituele. De mensen die succesvol zijn, zijn de mensen die hun spiritualiteit van hun voorouders in hun achterzak bij zich hebben, bij alle activiteiten die ze ondernemen. Als die Cabranetti achter de rug is, dan ben je ook echt klaar om 1 juli goed in te gaan? Ja, die Cabranetti, die van Rotterdam op de 30e, is voor mij de ultieme gelegenheid om mezelf weer goed te streamen naar 1 juli hier in het Oosterpark bij de nationale herdenking waar ik ook een plengoffer doe. Aldus Winti-priesteres Marianne Markelo over de Cabranetti die op zondag 30 juni in Rotterdam wordt gehouden.